Ja, wat een chaos. Wat een puinhoop. Wat een schande. Wat een speeltuin. Die Tweede Kamer. Het debat, heb je gekeken? Oh, vrienden. Nou. En ja. Toen dacht die Agema, die denkt bij zichzelf, nou weet je, ik ga nog even leuk een tweetje doen. Ja. En hup. En weer een chaos en een klerenzooi in die Tweede Kamer. Ja, maar wat haal je nou in je hoofd? Vicepremier, hè, Agema. Dan ga ik wel leuk even tweeten nog. Ja, nou. Het begon eigenlijk al gisteren. Begon het al tussen Omtzigt en die Wilders. Ja, poep, wat bemoei jij je mee? Ja, schreeuwde hij tegen Omtzigt. En daarna, vandaag ook weer. Ging die Wilders, die ging even staan blaffen tegen die Schoof. Heb je dat gezien? Zo van, ja, je moet het wel opnemen voor mijn mensen. Ja, en daarna nog even twitteren over die Schoof. Slappe hap. Ja, en daarna weer Dylan met Wilders. Ook, woep, bekvechten. Ja, niet te geloven. Het gaat maar door. Dat is toch, wat is dit allemaal? Die Wilders ook. Die Wilders, sinds hij zoveel zetels heeft gewonnen. Vrienden, heeft hij enorm veel last van het Hoovercraft-syndroom. Ja. Hoovercraft, ja. Die is gaan zweven. Ja, die is ook in zichzelf gaan geloven. Die neemt zichzelf nu heel erg serieus. Oh, die zweeft op het succes. En die is onaantastbaar. En hij kan doen en laten wat hij wil. Dat denkt hij tenminste. En dan krijg je dit gedrag van. En er is niemand, ook binnen die PVV niet, die hem tot de orde roept. En zegt hij, Geert, hou er vol op, hé. Hey, even nokken. Geertje, hey, stop even. Niemand roept hem tot de orde. Dus hij blijft maar hoovercraften en zweven, vrienden. En dan krijg je dit gedrag van, nou. Ai, speeltuin. Ik zei het al. Dit, ja. En de vraag is alleen maar, PVV, gaan jullie nog serieus regeren?